IP67. Waar staat het nou voor? IP staat eigenlijk voor de mate van stof en waterdichtheid. We gaan beginnen met de 6. Die loopt eigenlijk in de schaal van 0 tot en met de 6, waarbij 6 volledig stofdicht is. Het tweede cijfer geeft de mate van waterdichtheid aan. De mate van waterdichtheid bij IP-certificaten loopt van 0 tot maximaal 9. 0, geen bescherming tegen water of vloeistoffen. En 9, maximale bescherming tegen water en vloeistoffen. De IP67, de 7, staat voor dat een product op maximaal 1 meter diepte wel 30 minuten lang ondergedompeld kan zijn. Welke IP-waarde heb jij nou nodig voor jouw product? Nou, het kan eigenlijk verschillen voor welke doeleinden je het licht wil gebruiken. Je kan je voorstellen bij gewone binnenverlichting heb je geen hoge IP-waarde nodig, want binnen regent het bijvoorbeeld niet. Maar zeker tegenwoordig met de smartphones, de smartwatches van tegenwoordig, ja, die hebben een hoge IP-waarde nodig. En zeker bij LED-voertuigverlichting, je kan je voorstellen bij regen, bij stof op de weg, ja, dan moeten de verlichting daartegen bestand zijn en hebben dus ook een hoge IP-waarde nodig tegen vloeistoffen en stof. Heb jij dan nog vragen over IP-waardes voor jouw voertuigverlichting? Neem contact met ons op bij het Galert.